Goedemiddag en welkom bij het derde deel van mijn college reeks over elektriciteit voor 3 HAVO VWO. En we gaan het vandaag hebben over weerstanden in serie en in parallel schakelingen. En ik ga jullie een heleboel laten zien en we gaan een boel formules achterhalen. We weten uiteindelijk wat de serie en parallel schakelingen zijn en we kunnen rekenen met de stroomsterkte, spanning en weerstand bij beide. En ik heb je ook al eens een keertje kennis laten maken met een gemengde schakeling, waarbij je een serie en een parallel schakeling door elkaar heen hebt gemixt. Nou, laten we eerst even gaan kijken. Wat was nou ook alweer zo'n serieschakeling? In een serieschakeling zag je dat alle verschillende componenten achter elkaar zaten geschakeld, dus in dezelfde stroomkring. Nou, hoe kun je dat nou beter laten zien? Ik heb hier alvast een kleine serieschakeling getekend voor mezelf. En wat je hier ziet is een batterij en 2 lampjes. Wat ik er nou bij zie is als ik de stroom ga meten met deze stroommeter, dat het niet uitmaakt waar ik hem neerzet. De stroom, de hoeveelheid elektronen die er per seconde dus door een draad heen gaan, is overal hetzelfde. Overal gelijk in die 0,45 ampère in dit geval. Dat komt omdat de elektronen maar één kant op kunnen en dus waar je ook gaat meten, het aantal elektronen door de draad per seconde is gelijk. Nou, we zien dat de batterij hier 9 volt energie levert en je zult dus zien dat wanneer ik ga kijken naar de individuele lampjes, dus individuele componenten, tot dit lampje 4,5 volt gebruikt en tot dit lampje ook 4,5 volt gebruikt. Dus wat je hierbij ziet is dat de spanning wordt opgedeeld en dat dus het lampje hier, dat de energie dus de spanning wordt verdeeld over beide lampjes. Wordt dat nou altijd door 2 gedeeld? Nee, dat ligt er een beetje aan in de verhouding van de weerstanden. Als ik deze weerstand op een gegeven moment hoger maak, dan kan ik een aantal dingen kan ik zien. Ik zou in ieder geval kunnen zien dat de totale stroomsterkte lager is geworden, want er is meer weerstand in de hele stroomkring gekomen, waardoor het moeilijker wordt voor de elektronen om erheen te gaan. Dus de stroomsterkte gaat omlaag. Wat ik daarna ook bij zie, is dat als ik nou de spanning ga meten over dit lampje, dus het lampje van 30 ohm, dat er bijna alle spanning naartoe gaat. En tot de spanning over dit andere lampje een stuk minder is, en dat lampje dus ook een stuk minder fel zal branden. Nou, hoe komt dat nou? Wat je nou bij ziet, is wat we zeggen, de spanning over een componentje wil eigenlijk dus aangeven hoeveel energieverlies er optreedt zo gauw de stroom door dat componentje heen beweegt. En het componentje, het lampje met de hoogste weerstand, daar zal dus de elektronen de meeste moeite kosten om naar daarheen te gaan en dat zal dus ook het meeste energieverlies optreden. En in een gloeilampje komt dat energieverlies naar voren in de vorm van licht. Nou, dus wat we daarbij kunnen aangeven is dat je dus de volgende formules kent. De stroomsterkte in een serieschakeling is overal gelijk. De spanning die wordt verdeeld over de verschillende componentjes. Dat kan gelijk verdeeld worden, maar dat is een beetje afhankelijk van de grootte van de weerstand. En de totale weerstand van de gehele schakeling samen kun je berekenen door de individuele weerstanden bij elkaar op te tellen. Nou, je kunt daar dus een keer een oefening mee maken. En je mag het filmpje mag je even pauzeren, kun je deze gaan maken. En als je namelijk klaar bent, kunnen we doorkijken. Het is namelijk zo dat in dit voorbeeld je ziet dat de stroomsterkte overal gelijk is. Die is die 20 mA die op het ledlampje staat. Nou, wat we dan weten is dat de spanning over de weerstand, want we moeten uiteindelijk de waarde van de weerstand berekenen, dat de spanning over de weerstand gelijk is aan de totale spanning min de spanning die staat over het ledje. Dus 9 volt wordt in totaal geleverd. We zien dat het ledje 2 volt gebruikt, waardoor er dus 7 volt overblijft voor de weerstand. En dan kunnen we daarna de formule van Ohm kunnen we toepassen, dat de waarde van de weerstand gelijk is aan de spanning over die weerstand, gedeeld door de stroomsterkte door die weerstand heen. Dus 7 gedeeld door 0,02 ampère is 350 ohm. Nou, dit voorbeeldje voor een serieschakeling. We hebben natuurlijk ook een parallelschakeling. En een parallelschakeling zit elk component met zijn eigen stroomkring verbonden aan de batterij. Nou, ook daar heb ik een dingetje voor klaargezet. En we zien hier dus een parallelschakeling. Wat we hierbij al zien is dat de stroomsterkte op een andere manier werkt. Je zult namelijk zien dat de elektronen als het ware op een bepaald punt aankomen en dan kunnen gaan kiezen, oftewel door het ene, oftewel door het andere lampje. Dus zo gauw je door het ene lampje hier een stroomkring van 0,9 ampère ziet, door het andere lampje ook een stroom van 0,9 ampère, zul je dus zien dat die beide hier weer samenkomen en ik een stroom van 1,8 ampère heb wat door de batterij geleverd wordt. Nou, dus die stroomsterkte die wordt verdeeld in een parallelschakeling. En wordt die nou altijd precies door 2 verdeeld? Nou, je kan dat dan misschien een beetje aanraden. Nee, die wordt ook verdeeld naar verhouding van de weerstanden. Dus iets met een hele grote weerstand, daar zal dus een stuk, kan ik even laten zien, daar zal een heel stuk minder stroom doorheen gaan lopen dan iets met een kleine weerstand. Nu zul je dus op een gegeven moment zien hier door de lampje van 30 ohm, zal de stroomsterkte een heel stuk lager zijn dan hier.
drie keer zo hoge stroomsterkte door deze, omdat deze dus een drie keer zo lage weerstand heeft. Laat je er even terug gaan halen. Dan gaan we het namelijk hebben over de spanning die over die verschillende dingen staat. En wat we daarbij weten is dat de spanning dus geleverd wordt door de batterijen. Of de elektronen nou door de ene of door de andere heen gaan, ze hebben nog steeds dezelfde hoeveelheid energie. Dus ik kan ook zeggen dat de spanning die staat over zo'n lampje, in dit geval gelijk is aan 9 volt. En dus ook gelijk is aan de spanning die de batterij levert. En datzelfde kan ik zeggen over een parallelschakeling. Dus ondanks dat de stroom, dat de elektronen door tweeën worden verdeeld, hebben ze nog steeds dezelfde hoeveelheid energie. En kunnen ze dus ook dezelfde energie afgeven, zal dus ook de spanning daarover even groot zijn. Dus wat we nou zien is in een parallelschakeling, is dat wordt de stroomsterkte verdeeld. En daar blijft de spanning juist overal gelijk. Wat kun je dan nou zeggen over de weerstand? Dat kan ik je even op de volgende manier laten zien. Zo gauw je meer dingen in parallel gaat toevoegen, en dat is eigenlijk heel gek als je erover nadenkt, maar zo gauw je meer dingen gaat toevoegen in parallel, zal de totale weerstand van het hele circuit zal afnemen. Dus meer dingen toevoegen en dat is een lagere weerstand. Kijk maar eens wat er gebeurt, zo gauw ik op een gegeven moment één van deze twee lampjes, wanneer ik die disconnect. Je zult zien, nu is er een stroom van 1,8 ampère. En zo gauw ik deze los ga knippen, het maakt dus eigenlijk minder parallele schakelingen. En daarbij zul je dus zien dat hier de stroomsterkte naar beneden gaat. Wanneer gaat de stroomsterkte naar beneden? Als de totale weerstand toeneemt. Dus voor de parallelschakeling hebben we de volgende formules. De stroomsterkte zal worden opgeteld. De spanning die is overal gelijk. En we kennen deze gekke formule met 1 gedeeld door R totaal is 1 gedeeld door R2 om de totale weerstand te berekenen. Nou, dat ga ik je even laten zien ook in een oefeningetje. We hebben twee oefeningen, bijvoorbeeld opgave 3 en 4. Pauzeer hem maar even, probeer ze maar even te maken. Hoe je die bijvoorbeeld opgave 3 kunt maken, is je hebt twee weerstanden van 55 en van 145 ohm die je parallel schakelt. Dus de vervangingsweerstand, de totale weerstand, is 1 gedeeld door R totaal, is 1 gedeeld door R1 plus 1 gedeeld door R2. Deze kan ik gaan invullen, dus 1 gedeeld door R totaal is 1 gedeeld door 55 plus 1 gedeeld door 145. Dit is gewoon iets wat ik in mijn rekenmachine kan intikken en dan komt een getalletje uit. En daarmee bereken ik niet de vervangingsweerstand, daar bereken ik mee 1 gedeeld door de vervangingsweerstand, die R-totaal. Dus om een R-totaal te krijgen, doe ik 1 delen door het getalletje wat ik hier eruit heb gekregen. Ik draai als het ware de breuk om. Dus de totale vervangingsweerstand voor beide samen is gelijk aan 39,9 ohm. Reken het maar na voor jezelf. En daarbij zul je dus zien dat zo gauw je dus meer dingen in parallel gaat zetten, dat de vervangingsweerstand altijd lager is dan de kleinste weerstand. Nou, als je nou daar de totale stroomsterkte mee moet berekenen uit die voorbeeldopgave, kun je dat ook op de volgende manier doen. We doen het weer met de formule van ohm. I totaal is U totaal gedeeld door R totaal. Let erop dat het hierbij gaat om de totale weerstand, de totale geleverde spanning door de batterij en dus ook de totale stroomsterkte. Die totale stroomsterkte die is dus gelijk aan U totaal gedeeld door R totaal. 9 gedeeld door die 39,9 is 0,226 ampère, 226 milliampère. Zo gauw je in het dagelijks leven vaker gaat kijken, zul je dus vaker zien dat er ook gemengde schakelingen gaan voorkomen. Waarbij je dus dingen in serie hebt die in serie staan met dingen die parallel geschakeld zijn, zoals de volgende manier. Ik wil het in ieder geval een keertje verteld hebben, hoe pas je nou zoiets aan? Want de zaak is om dus naar zo'n lastige schakeling te kijken en om ervoor te zorgen dat je hem dus kunt gaan soort van makkelijker maken voor jezelf, zodat je beter snapt en volgens de formules die je kent kunt benaderen. Dus het is zaak om de schakeling te vereenvoudigen. Hoe zou je dat nou op deze manier doen? Nou, ik zie hier eigenlijk twee parallelschakelingen die in serie staan. Dus ik ga eigenlijk eerst van vervangingsweerstand van 1 en 2 ga ik samen nemen. Dan de vervangingsweerstand van 3, 4, 5 samen nemen. En dan heb ik twee vervangingsweerstandjes die bij elkaar in serie staan. Dus kan ik bij elkaar optellen. En dan kan ik dus op deze manier in 3 stappen vanuit 5 weerstanden de totale vervangingsweerstand berekenen. Om bijvoorbeeld te weten wat de stroomsterkte is die de batterij moet leveren. Nou, een heleboel informatie. Het is zaak dat je hier goed bij oefent. Dus heel veel succes daarmee.